grensrechters, de heren Philip Vermeire en Guy Evens. Dus de mogelijkheid om de tiende thuisoverwinning te vieren, laat jullie horen. Thank you.
supporters, ik heb voor jullie de tussenstanden uit de andere vandaag gespeelde wedstrijden. Enkele minuten voor het afluiten natuurlijk. Temse, Izegem 1-2. Geel Meerhout, Sint-Niklaas 0-0. Wielsbeke, Ronse 0-2. Oldsaprakel, Dessel 2-1. Kapellen, Bornem 0-0. Kokzijde, Dijk voor het einde van de eerste helft 0-0. City Music, kan dit seizoen rekenen op de steun van Groente Dijken, Autobedrijf Europa, verdeler van Kia, Jartansi, Audi Toon, De Graafwies in Arijs, Ant en Aanleg Jan van het Jansoon, Houthandel en Zitmeubelen, 300 euro's, Plastic Hoofdschappen, City Music, Passage Fitness en Raam en Deuren, Vera Plus. Eendracht supporters kiezen voor deze partners, 300 euro's, Plastic Hofstade, Carrosserie Patrick, Zonnepanelen Solar Total, Valkyrie Groep, City Music, Passage Fitness en Raam en Deuren, Vera Plus. Eendracht supporters kiezen voor deze partners.
Eendracht Aalst speelt ook volgende week thuis tegen Olsa Brakel. Spelers hebben weer de microfoon, dus moet je ons gebruiken. Zo had er 4-0 winst tegen Ammen na een goede partij. En ik moet wel zeggen, het duo Moreels-Crispijn begint precies een beetje te lopen. Hè. Ja, inderdaad. De eerste 20 minuten waren volgens mij toch wel voetbal van een hoog niveau. De combinaties lukten hen heel goed op een toch wat minder veld vandaag. Ik en Sam voelen elkaar goed aan. Ook met Bob en Galou klikte het af en toe keer een driehoek, een 1-2. Dat is echt puur voetbal en vandaag spelen we toch wel een heel goede wedstrijd, vind ik. Ja, je zal denken aan carnaval. Hè. We hebben beelden gezien op YouTube dat je er aan het zingen wordt van Eendracht. Maar ik weet dat je een sportman bent en dat je niet te veel drinkt. Dat er geen goed voorstel vandaag. En dat was wel zo vandaag. Hè. Ja, tuurlijk, na de overwinning van vorige week hebben we toch wel heel even de remmen losgegooid. De maandag, de trainer heeft erop gehamerd dat we toch wel ook voldoende water moesten drinken. En je hebt gezien vandaag, we hebben dat zeker en vast gedaan, water gedronken. Af en toe een keer een pintje ertussen, dat mag wel eens. Maar na carnaval hebben we ons gewoon volledig gefocust op de wedstrijd van vandaag. We wisten dat het niet gemakkelijk ging zijn, want Ham is toch altijd een goed blok. Maar vandaag met goed voetballen zijn we toch maar mooi uitgekomen. En goed nieuws, want Hoogstraten speelt 1-1 op Waregem. Dus, als ik goed kan tellen, staan we 9 punten voor, volgens mij. We horen het in het 70ste minuut of zo 1-0 voor Waregem. Dan nog jammer genoeg 1-1. Ik had het deze week al gezegd tegen enkele ploegmaten dat het moeilijk ging worden voor Hoogstraten. Ik had een 1-1 gelijkspel voorspeld. Maar we moeten niet te veel te kijken naar Hoogstraten. We moeten ons focussen op onszelf. En met 9 punten voorsprong doen we weer een goede zaak. En het ligt allemaal in onze handen en we moeten gewoon ervoor blijven verknokken. Oké, dankjewel. En tot volgende week. Hè. Misschien weer met een klinkende overwinning tegen Olsa Brakel. Hopelijk. Dank je. Sammy, 4-0 winst. Met een schitterende Sammy vandaag. Geen carnaval gevierd? Eigenlijk niet. Eigenlijk geen carnaval gevierd. Waarom? Omdat ik wist dat ik ging moeten starten en dat ik fris moest zijn en dat de anders zeker in mijn benen ging blijven hangen tegen de zondag. Dus geen carnaval gevierd en inderdaad wel geen slechte match speelde ook. Ook collectief waren we zeer sterk, vond ik. Mooie kansen. Veel kansen. Mooie kansen. En veel doelpunten.
Ik hoor daar roepen in de gang, boom, boom, Sammy. Dus in de 13e minuut hebben we dan een schitterende aanval gezien. We gaan dat op Eendracht Aalst TV zeker, zeker laten zien. Met een schot van u in één tijd genomen, maar ja, de keeper had er hem nog uit, anders was dat een schitterend doelpunt. Wel, dat is de laatste week hetgeen dat een beetje tegen zit bij mij, is, in de afwerking in feite, dus de bal effectief over de lijn krijgen. Dus die bal kwam van zeer hoog, ik neem hem mooi in één tijd, maar op die moment heb je geen tijd meer om te plaatsen in doel, dus met een beetje pech valt die bal recht op de keeper natuurlijk weer. Dus zit er niet in. Een halve meter naar rechts of een halve meter naar links en is dat erin. Maar die goal is nog gekomen, hè? De tweede time op het einde er nog. Hè? Ja, daar heb ik dat wel een beetje geluk, want daar denk ik dat het door de benen van de keeper gaat. Maar dat was wel een enorme oplichting voor mij dat ik dan uiteindelijk toch nog een keer een goal maak. Dus hopelijk is de band gebroken nu. Oké, dat doet deugd. Dankjewel. En volgende week misschien terug goals, hè? Ja, ik zal zeker mijn best doen. Oké, dank je, Sammy. Ja.